Omroep Dommeland. Het nieuws uit uw regio. Het Duits lijntje bestaat dit jaar 150 jaar. Deze spoorlijn is een hele tijd onderdeel geweest van een belangrijke Europese route van Londen naar Sint-Petersburg. Zo reist Wilhelm II, keizer van Duitsland en koning van Pruisen, over het lijntje naar Engeland om bij zijn oma Queen Victoria op bezoek te gaan. En andersom. In 1950 werd de lijn voor personenvervoer gesloten en in 2004 beëindigde de NS het goederenvervoer dat nog plaatsvond tussen Boxtel en Veghel.